Nou, meneer Lopez. Porterban derde dan Tangsudo. Daarna heeft Noah Verweerde Lopez bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken voor de goede naam van Tangsudo Nederland en Chongqing. De grondhouding behorende bij de hele Tangsudo-kurs uitdraagt in woord en daad. Gefeliciteerd. Salut! Stormen, Rick. Doe je band of dubbel van je nek? Alsjeblieft. Zet er zo bij, zie je zo je arm op mij. Komt heel goed op de avond. Ja, zo. Nou, wat jij we hebben tijd verduurd, heren en dames. Maar we zijn toch vroeg gekomen. Hè? Dank jullie voor jullie geduld. Het was even niet anders, hè? Maar wat het vast zit, verduurt niet, hè? Ja, sir. We zijn een beetje strak. Oh, ja, dat is goed. Oké. Okay. Hey. Oké, Rick Verdongen, met goed gevolg de proeven van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van de zwarte band, tweede dan in Tangsudo. Daarnaast heeft Rick bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Qigong en de grondhouding behorende bij edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Meerte! Ja, dit duurt even, maar ja, ik vind het als je zo veel bereikt hebt met Tangsudo, om het af te raffen, je hebt je diploma voor je dag. Dit is iets wat je voor gewerkt hebt, er mag best een beetje tijd voor genomen worden, vind ik. Dan mag je voor je rekening. En mag je voor je. Ja, hartstikke goed. Oké, Meerte Hogendoorn. Je hebt met goed gevolg de proef van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van de zwarte band, tweede dan, Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Qigong en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Petra. Petra Hogendoorn, je hebt met goed gevolg de proef van bekwaamheid afgelegd in Zwarte Band Tweede Dan. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Qigong en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Weet je dat? Yes.
Hartstikke goed, gefeliciteerd. Joost Hogendoorn, je hebt met goed gevolg de proef van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van zwarte band tweede dan, dankzij dan. Daarnaast heb je bewezen de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Qigong en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Robal, je hebt met goed gevolg de proeven van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van Zwarte Band Tweede Dan in Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Qigong en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Giovanni. Giovanni, zwarte band, tweede dan Tangsudo. Daarnaast heeft Giovanni van Everdingen bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Shunxin en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Thomas. Ja, Thomas. Ja, dat is goed. Ja. Dan ga je ook Thomas Brinks. Heeft met goed gevolg de proef van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van de zwarte band tweede dan Tangsudo. Daarnaast heeft Thomas Brinks bewezen over de juiste mentaliteit instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Shunxin en de grondhouding behorende bij de eerder Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Dank. Gefeliciteerd, hartstikke goed. Mag je blijven staan? Oké, Bert, je hebt met goed gevolg de proeven van bekwaamheid afgelegd in het behalen van zwarte band eerste dan in Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland en Qigong
en de grondhouding behorende bij de edele tangstokunst uit te dragen in woord en daad. Lilian. William van Ettinger, je hebt met goed gevolg de proef van bekwaamheid afgelegd in de zwarte band Eerste Dan Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland, Aikikong en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Als je nog zin hebt. Goed, goed. Kom maar. Oké, zo, pak je band nog goed. Zal ik toch nog een beetje bezig? Ja, ja, zwart is goed aan het doen. Thomas Kruijgenhoven, met goed gevolg heb je de proeven van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van zwarte band Eerste Dan in Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland, Aikikong, en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Alsjeblieft. Zit, Sarai. Nou, Mees, je wacht je band op. Lekker. Ja. Zo, ja, ik zie het. Ja, ja. Ik zou je zouden vergeten. Oké, gefeliciteerd. Ja. Oké. Okay. Mees Barendsen, met goed gevolg heb je ook jij de proef van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van zwarte band Eerste Dan in Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland, Aikikong, en de grondhouding behorende erbij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Gefeliciteerd. Zit, kunnen we hier. Ik wil hier Jelle Hogeveen, met goed gevolg heb je ook jij de proef van bekwaamheid afgelegd in Zwarte Band Eerste Dan in Tangsudo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsudo Nederland, Aikikong, en de grondhouding behorende bij de edele Tangsudo kunst uit te dragen in woord en daad. Gefeliciteerd. Zodanig hier. Dag Sander.
ja, ik zal niet op je bak. Ja. Oh, wacht. Oké. Alexander Schravenmaker, ook jij hebt met goed gevolg de proef van bekwaamheid afgelegd in het behalen van zwarte band eerste dan in Tangsedo. Daarnaast heb je bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsedo Nederland en Qigong en de grondhouding behorende bij de edele Tangsedo kunst uit te dragen in woord en daad. Patricia. Patricia heeft met goed gevolg de proeven van bekwaamheid afgelegd voor het behalen van de zwarte band eerste dan in Tangsedo. Daarnaast heeft Patricia bewezen over de juiste mentale instelling te beschikken door de goede naam van Tangsedo Nederland en Xingxin en de grondhouding behorende bij de edele Tangsedo kunst uit te dragen in woord en daad. Bij de hand wil nemen, alsjeblieft. Yes, ma'am. Achter de achtste pop. Die niet. Die ook niet. Oké, jullie doen je rechterhand omhoog. Jullie zeggen mij zo na. Waar je je naam ziet staan, noem je je eigen naam zo meteen. Ma'am. Als je dat niet meer helemaal goed weet, staat het papier. Ja. Ik. Patricia Breens. Noem je naam. Thomas Accepteer met eer de zwarte band in Martial Arts Tangsedo. Accepteer met eer de zwarte band in Martial Arts Tangsedo. En zweer de normen van eerlijkheid. Integriteit. En hoffelijkheid te handhaven. Ik beloof mijn instructeur en school. Loyaal en eervol te dienen en de Tangsedo traditie met respect en waardigheid uit te voeren. Loyaal en eervol te dienen en de Tangsedo tradities met respect en waardigheid uit te voeren. Verder beloof ik plechtig. Dat ik met nederigheid. En dankbaarheid mijn mentale. Fysieke en spirituele groei. Zal voortzetten tot het hoogste niveau. Dat ik het goede voorbeeld zal geven. En dat wat ik heb geleerd zal delen met anderen. Heb de zwarte band eet afgelegd. En heb de eerste dan zwarte band in Tangsedo verdiend. Onder leiding van Master Chef Lemens en Master Richard Zuiken van Tangsedo Nederland. Dank u. Oké. Voor degene die. Dank voor je geduld. Heel erg bedankt voor je geduld al die jaren. Tot doorgezet. Gefeliciteerd. Alexander.
Ja, ja. Sander! Okay. Ja. Chantal! Ramon! Hey. Die oude man van Frank Dubbel van Wauwien Eckers kan. Astrid! Kom maar. Ramon. Waar het komt. En Roy Alex. Jullie diploma's krijgen jullie straks. We zien het onderweg waar we wel veilig zijn. Welkom, bedankt alleen maar. Welkom. En Lens. Mens, wij van de examencommissie hebben besloten om deel te laten nemen aan een pre-test bij je zwarte band eerst aan examen. Hier dan. Heel verhaal, maar dat is een beetje gezellig allemaal. Sir. Opdracht staan erbij wat je wil doen. Sir. Daarvoor is voor jou. 16 of zo. Sir. Deze mensen zijn leden die ongeveer 3x2 tegen altijd. Ken is 4 jaar derde dan laatst. En door haar aanwezigheid en inzet hebben wij besloten dat zij examen pre-test gaan doen voor 4 dan. Sir. Ik zie te vermelden dat ze al vanaf de 4e jaar tangsteel doet. Dat ik denk, hoe ken je dat nou? Maar het was de eerste jongste zwarte band in Nederland. Het was 11 jaar toen. Dus dat mag ook wel gezegd worden. Ja, yes, sir. Ik denk dat we nu zijn er mensen die een kleine felicitatie willen doen. Of gaat het allemaal door elkaar heen? Amir? Ja, jullie. Ik omdraai heel goed. Sir. Even wachten, als jullie allemaal de tijd hebben om je spullen te brengen, diploma's wegbrengen. Yes, sir. Oké. Kan ze wel.